Ik hoor dat de fanatieke supporters al bezig zijn. Ja, en waarom ik die vraag ook stelde aan Tim. Ja, waarom deed je dat eigenlijk? Ontwijkt hem een beetje. Nou, omdat hij op 7 staat als individu. Hij is echt goed bezig. Heeft 10 punten gepakt. Het moet van hem komen bij Willem II. Zo eerlijk moeten we zijn als we naar die ranglijsten kijken. Okay. Sam weten we ook van wat hij kan. Maar dit seizoen gaat het nog niet top. En Tim is degene die de punten dan binnenhaalt als het moet gebeuren. Dus daarom vraag je hem. Ja goed, in zo'n belangrijke wedstrijd ben je dus eigenlijk bezig. Dan is 1-0 winnen nu misschien eigenlijk niet genoeg. Dus eigenlijk zeg maar wat bij Willem II hier is bij Twente andersom. Wat we net ook ja, een soort situatie ja, min of meer wel. Klopt. Want als we kijken naar de teamgenoot van Ennis, die staat op plek 8 op de Xbox. En de teamgenoot van onze grootvriend Tim is Sam. En die staat 17e ook op de Xbox. Nee, precies. En Brent heeft in de vorige speelronde ongelooflijk uitgehaald tegen ADO. Won met 5-2 daar in zijn wedstrijd. Waardoor Twente dus gewoon won van ADO. Ook een belangrijke overwinning was dat tegen, hoe zal je zeggen, directe concurrent. Maar toch denk ik dat het uiteindelijk wel dicht bij elkaar kan komen. Uit het rechte rijtje daar. Belangrijke wedstrijd hoor voor deze twee clubs vandaag. Die zitten er echt nog meer klaar voor dan als ze tegen een top tegenstander spelen, denk ik. Ja, we zien wel wat support in de chat, ook voor Tim. Dus dat is altijd goed om te zien, jongens. Hij streamt ook, hè? Hij streamt. Oké. Okay. Is de streamer? Okay, dan. Live stream. Oké. Okay. Hij is nu ook op de livestream, dus dan mag hij het ook even gaan laten zien. Precies, jongen. Zitten we op 1000 likes? Dat is de vraag eigenlijk. Toch hopen? Ja, we zitten op 1000 likes, jongens. Fenomenaal. Tuurlijk. Jullie zijn fenomenen. Absoluut. Daarom houden we zo van jullie. Zitten we op 97,1000 abonnees? Dat niet. Maar ik denk dat nog wel een... Ja, wel trouwens. Tuurlijk. Ja. Dit is zo'n succesvolle stream vanavond. Oh. We zitten er lekker in, Koen. Absoluut. Daarom. De vraag is, zitten Tim en Ennis er lekker in? Ja. Ennis is ook mooi, hè? Ja, Ennis. Ik hou sowieso van mensen, zeg maar, die... Ja, vanuit Twente een beetje omstreek komen die een beetje een accent. Oh, dat is een glitch! Dat heb ik gezien! Dat zijn die glitches! Een hele vieze glitch! Die hebben we net gezien! Ja, inderdaad! Oh mijn god! Hij doet hem gewoon! Oh! Hij is een hele vieze. Ja, Ennis kan het ook niet geloven! Dat is de cheatcode! Ja, die is een hele vieze glitch. Dat is hem misschien even volgende week voor de content. Zie ik hoe precies die ook in de kruising. Ja, bizar. Wat? Kort spelen, korte corner, opwippen en dan met een stift vanuit de lucht over de keeper heen. Ja. Elk jaar zitten er weer van dat soort dingen in. Hè? Het is echt niet te geloven. Echt bizar. En iemand komt er weer als eerst achter. Het wordt gedeeld. dit is echt kermis. Eerlijk, als je dit soort goals achter elkaar zet van Tim nu, van Lef, met zijn hooghoudacties. Ja, eigenlijk. Hoe moet je dat dan... Kijk eens, wordt er wat gezegd? Oh, hey. 2-0 Willem II. Die kijkt even bezorgd. Zo gaan we richting dat gemiddelde van 4,3 wel komen als het doorgaat. Precies, jongen. Daarom. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, ik zou dan ook helemaal gek worden. Als je zo'n goal tegenkrijgt, en dan moet je nog zien te focussen. Ja, dat kan toch niet? 10e minuut, hè? Dan kom je wel echt van de koude kermis thuis. Absoluut. En ook nog van Tilburg, moet je nagaan. Dat is een vrij grote kermis. Ja, kermis ja. Misschien dat daarom het is. Tilburg heeft toch wel de grootste kermis van de Benelux. Oh. En dat laat ze nu wel weer even zien. Ja. Tim is on fire en... Misschien moet Tim op de kermis gaan werken. Ja, dat is bizar. Zo'n eigen attractie. De dolen weer. Turbo op de turbo. Precies. Ja, bizar. Zeker. Ik denk dat Ennis heeft een beetje dat gevoel dat hij zo'n beer hebt, weet je wel, zo'n grijpautomaat. En dat hij dan zo heen en weer bangelt en dan denk je, hij valt in die bak. Maar dan valt hij net weer terug, weet je wel, dat gevoel. Ja, dat is toch bizar dat je zo'n goal tegenkrijgt. Dan is Tim dus wel lekker bezig met zijn doelzaldertje. Tim en Kolenweert. Ja. We hadden toch echt vorig jaar de man met de goal bijna in Twente zitten. Goalbach. Die had de goalbach. Die zit nu naast Ennis, hè? De rest van Ennis. Oh ja, dat is een beetje de... Nou, is het de coach of gewoon manager? Coach-manager. Manager Twente is. Nou, ik denk niet dat hij coach is. Ik denk dat het gewoon manager is, zeg maar. Ja. Ik weet het niet. Misschien kunnen we het dadelijk wel vragen ook. Hoor. Kan zeker. Alles kan, jongens. Alles is mogelijk hier. Bas, jij mag alles vragen, jongen. Daarom. De deur staat wagenwijd open. Zo is het ook. Ja, het is een flitsende start van Tim. Er wordt hij ook gevraagd, hoezo heeft hij allemaal leenspelers? Nou ja, dat heeft dus eigenlijk iedereen. Ja. Precies. Spelen op accounts waar ze elke speler uit de game mogen gebruiken, maar die hebben allemaal een contract voor één wedstrijd als het ware. Ja. Zo moet je het... Ik ben wel benieuwd, want die bijvoorbeeld een inform Chris heb ik nog niet gezien.
Die moet er dan nog toegevoegd worden. Ja, inderdaad. Kijk eens. Enes, Metin, Tugmir. Oh, mooi. Mooi, mooi, mooi. Schitterend. Nee, oh, maak het dan. Dat moet dan een goal zijn, inderdaad. Ja, dat gun je hem en dat... En het is sowieso aanvallend wel sterk, ook best wel, hoor. Ja. Maar dat is ook wat hij zei. Kijk, je hebt soms spelers tussen zitten die willen gewoon lekker game. Dus dan krijg je veel goals voor, maar ook veel tegen. Ja. En daar is Enes Barros een voorbeeld van. Enes Barros. Barros. Los Barros. Je weet wel waarom die Barros als bijnaam heeft, hè? Van Milan Barros? Ja. Oké. Okay. En waarom Milan Barros? Vanwege zijn haar. Misschien ook wel. Geen gekke gedachten. Maar Barros had geen krullen, volgens mij. Nee, die had echt zo'n heel stijl donker matje. Voor de jonge kijkers die hem niet kennen, dit was best wel een legend bij Tsjechië. Ja. Maar vooral ook bij Galatasaray. Oh, daarom. Bij Cimbom. Ja. Cimbom. Cimbombom. Cimbom. Ik kan ook een Nederlandse hit zo in zeggen. Nou, kijk eens voorzetje. Cimbombom. Vieira. Precies. Patrick Vieira. De man die in zijn hoogtijdagen de duels uit moest vechten met Roy Keane. Oh. Dat waren nog eens mooie tijden, jongens. Ja. Vechten in de tunnels. En op het veld. En op het veld. En naar buiten. Kijk eens, de rust in de tent. Ja, dit is de bal in de ploeg houden. Dit is wat tricky wat Timmy doet. En die verliest ook daarom de bal. Dat zijn toch momenten, dat moet je eigenlijk niet flikken in de Eredivisie. Dit hebben we ook weer redelijk slordig gedaan, die bridge. Dan nu een counterkans. Ja, hij heeft een paar meter voorsprong. Als hij nu snel mee kan nemen... Davies kan ook wel rennen, hoor. Absoluut. Ah, dat is te voorspelen. Nou, pas maar op, zou ik zeggen. Corner incoming. Gadverdamme. Ik zou nu toch naar die 16. Oh. Ja. Dat was eigenlijk een mentale akker wat hij uitdeelde. Goed, het is rust. 2-0. Ja. Tim van Doleweert scoort die glitch. En daarna weet hij nog een keer te scoren. En is nu even aan het overleggen. Glitch, maar na 15 minuten is het daar ook uitgevallen. Is commentaar uitgevallen? Oh. Bedoelt hij dan van de game of van ons? Weet ik niet. Hoort hij ons dan? Ik denk van ons. Ja, daar kunnen spelers zelf voor kiezen. Oh. Hier krijgen we de eerste goal. Hij wipt hem op. Hoppatee. Volgens mij horen ze ons niet. Met de wreef wipt hij hem in de verre hoek. Ja, dit is dan de reactie van Enes. Ja, die snap ik heel goed. Ja. Oké. Okay. Lijkt een beetje zo'n de Kate. Zo noemen ze in het oosten noemen ze dat de Kate. Precies, daarom vroeg ik van zitten jullie in een schuur of zo, maar... Een soort clubhuis, zegt hij. Ja. Maar hij zet hoog druk. Ah, ja. Ik heb niet heel veel tijd. Hij zet hoog druk. Interessant. Ik moet zeggen, Bas. Gaat het? Ben je nou aan het doen, joh? Ah. Wat doe jij? Ik heb last van mijn lip. Doe eens normaal, man. Tweede helft is gestart. Wat wilde je zeggen, Koen? Nou, dat 2-0 best wel een beetje een vertekend beeld geeft. Dat één is ook twee keer heel dreigend is geweest en één keer echt had moeten scoren. Ja, als je die scoort, dan weet je dat het 2-1 is. Mooi. Maar die moest hij ook wel maken, Hille. Hij zit in zo'n goede positie, dan moet je hem ook gewoon afmaken. Dan is het een mooie aanval. Ja. Nou, de keeper stond in de weg. Ook nog gespecht met de rebound die hij niet kreeg. En dan sta je dus 2-0 achter tegen Tim van Doleweert. Maar... Misschien is dit wel een contender voor de goal van de week. Nee, ik vind het... Nee, dat vind jij niet, omdat de glitch is. Ja, maar... tuurlijk. Kom erop, man. Nou, oké. Okay, nee, doei. Ik vind... ik vind... Bas, het is ook zo'n ongelooflijk figuur. Nou ja, goed. Bas, lekker naar huis. Ik trap het gaspedaal naar Zwolle in. Ik zal jullie de rest van de wedstrijd wel even commentaar geven. PNE, schot wordt gekeerd. Het zou wel leuk zijn als nu Enes vanuit de hoekschop kan scoren. Mensen hoorden jou niet, toch Bas, als je die headset af hebt. Dat was ook de bedoeling. Oké. Okay. Nee, ik zei donderop, omdat ik vind dat het doel je weet wat jij vindt. Van de week, daar moet skill bij zijn. Klopt. Ik moet zien dat het knap is wat hij heeft gedaan. Het was wel een mooie goal. Ja, hij voert de glitch wel perfect uit. Ja, eens. En als ik de eerste die het doet, dan ben je die visie. Nee, maar goed. Ik bedoel dat van Lev was ook een glitch. Dat er doorheen glitchen met die hooghouden. Ja, maar dat was de eerste keer dat hij het deed. Daar deed je wel heel blij dat het een doelpunt van de week was. Hoe kan dat dan? Hij was daar ook de eerste die het deed. En toen hadden we ook nog niet door dat het zo makkelijk was. Okay. Hij heeft er nu weer deze speelronde weer 3 gemaakt, op die manier. Ja, maar oké, jij bent het niet met me eens dus. Jij vindt dat dit... Ik gooi het balletje alleen op dat het zomaar zou kunnen.
Want het ligt er maar net aan hoe je de goal van de week defineert. Is dat precies de meest skillvolle goal van de week? Vind of de meest opvallende goal van de week? En dat is dus... Ja, ja. Hoe je het maar net zelf ziet. Ik ben een klein beetje gelijk, inderdaad. Als je gewoon ik ben het persoonlijk met jou eens. De kruis heen streept, is het ook een schitterende goal. Alleen het is niet, zeg maar... Van de e-sport de week. Het is niet de meest skillvolle goal van de week. Het heet de goal van de week. Dus dat is algemeen. Oké. Okay. Nou, dan ben ik het eigenlijk misschien best wel met je eens dat dat de goal van de week kan zijn. Kijk, maar zo kan het ook, hè, Bas. We kunnen ook gewoon door middel van discussie tot een bepaalde conclusie komen. Het is een aansprakende goal, zeg maar. Dat is een meer. Ja, dat had ik nou echt de goal van de week gevonden. Ja. Nee, maar serieus. Ik vind echt dat... Kijk, ik merk gewoon bij Ennis dat hij gewoon aanvallend wel gewoon zijn ding doet, zeg maar. Alleen het zit dan ook even net weer niet mee. Ja. Dat is dan lullig voor hem. Ja, hij krijgt gewoon te veel goals tegen. Maar ja, wat dat betreft wordt het dan wel interessant. Want Tim is dan, zeg maar, de waterdrager op dit moment van Willem II. Maar aan de andere kant is... onze grote vriend van Twente is dat ook. Van Ennis, van Twente, zeg maar. Die draagt ook, zeg maar, de punten. Dus en wat dat aangaat, is 2-0 niet een dramatisch iets. Nee hoor, zeker niet. Maar hij kan ook nog wel die 2-1 maken. Ja, Ennis heeft gewoon de kwaliteit in huis, hoor. Kijk, hutsie hee, hutsie ho. Hutsie ha! Ah, nee, die moet nog hangen naar Jochie, natuurlijk. Oké. Waarom Jochie? Was wel goed gedaan met de keeper, trouwens, eerlijk. Ja, klopt. Dat deed hij echt goed, hoor. Dat deed hij knap. Ja. Tim houdt die goal weer. Precies. Ja, 2-1. 2-1 is. Interessante matchup. Ja, serieus. En wel een verdiende goal, vind ik. Het zat er wel echt aan te komen dat hij doet. Ja, zal zeker weten. Wat dat aan gaat, terecht. En dan is hij dus net zo doeltreffend als Baros in zijn beste jaren. Ja, die tikte die ook al erin, maar dat deed zelfs Ted van der Paver zo die nog binnen. Oké. Geboren van de keeper. Hoezo zelfs Ted van der Paver? Omdat Ted van der Paver nou niet bekend staat om een doelpunt te maken te zijn. En een centrale verdediger is. Daarom. Waar speelt hij nu? De Graafschap gewoon voor mij. Toch wel weer, ja. Oh. Ben benieuwd. Jongens, wie in de chat weet waar Ted van der Paver speelt? Jij gaat het nu opzoeken. Zeg. Ted van de Poefoe. Ik ga de chat ook gewoon kijken. Van de Poefoe. Oh, je moet wel het geluid even uitzetten. Oh. Ja, ik ken hem. Maar nee. Maar die Tsjechen hadden toen ook echt een goede ploeg. Hè. Dat waren toen eigenlijk de... Net vet. Ja, net. Galasek. Koller. Galasek. Ja. Nee. Maar die gek nou ook alweer. Grigera. Oh ja. Jan Kulowski. En Koller. 2 meter. Ja, ook een lijpel. Van Dortmund. Ja, aardig ploegje. Maar, dat was toen echt de grilligste tegenstander van Nederland. We troffen ze ook echt heel vaak, in een paar jaar tijd, weet ik nog. Ja, 2004 ook. Ja. Toen won Tsjechië volgens mij, 3-2. Als ik me niet vergis. Toen was je nog een jonge Bas. Daarom. Kleine Bas. Jongen onbezonnen. Zo, kijk eens, komt hier dan nog de gelijkmaker? Oh. En is Barros! Jij zit erin! Wat een compositie wel. Wow! Wat een compositie om daar weer terug te gaan. En is Toktemir! En is met die een Turkije. Goal. Golasso. Nou ja, de keeper. Turkije. We hebben wel de keepers opgehemeld, maar dit zag ook wel heel frappant uit weer. Ja, maar absoluut. Dit is knap, dit. Hop, terughalen. Hatsia. Van de Sar, wat doet hij daar? Ja. En daar komen we op een gemiddelde van. 4 goals. Nou. Maar. Kan er nog eentje bij? Kan nog. Want 4,3 en zou even onderuit kunnen slippen naar een 5. Absoluut. Ja. Meestal dus niet. 1 keer in de 3 wedstrijden. Dit, zou dat zomaar kunnen. Ja. Oei. Tim Bout. En dat is logisch, want hij weet dat de verdette van Twente straks nog aan bod komt. Brent. En hij is ook Katje, kan je vertellen. Zo. Ook al. Elke Brent. Waarom? Brent nieuw. Brent nieuw, nee. Ik wist dat ik het ging zeggen. Het is ook voorspelbaar. Daarom. Het is allemaal voor mij maar als branding. Pure branding. Was echt serieus? Ja. 1 keer in de week vind ik echt precies leuk. Ja? Ja. Oké. We moeten dit niet te vaak doen. Oké. Maar 1 keer in de week, 3 uurtjes, vind ik echt leuk. Oké. Vind ik echt gezellig. Toppie. Ja. En jij? Nee, ik deel die mening. Oké. Relaxed. Oh, Garrincha! Nee. Garrincha, jogador do Brasil. Brasil. Jogador. Il jogador. Ik twijfel. Ik weet het ook niet. Il Fenomeno is volgens mij. Il Fenomeno. Maar het kan ook zijn dat... El Fenomeno, toch? Maar ze spreken het uit als Il. Oh! Het kan ook zijn dat het Il Fenomeno uit Italië komt, waar hij natuurlijk bij Inter niet zo goed heeft gedaan.
Elting. Ook bij Milan trouwens. El is Spaans, maar ik of het in Portugees ook. El is Turk. Ja, jij bent hier de man van de taal. Oh, het is Overnomeno volgens mij. Overnomeno. Ja, klopt. Maar Portugees moet ik leren. Dat is dus wel, als ik een taal zou willen leren, zou ik Portugees willen. Ja, dat is de enige die ik dan ook nog zou willen. Dan heb je ook meteen Brazilië erbij. Ja, absoluut. Nou Bas, laatste aanval is voor FC Twente. Ja, toch goed teruggekomen van Ennis. Ja, heel knap teruggekomen. Oh nee, hij geeft hem uit handen. Kijk, dit zijn van die dingen, daar vertelde Jaapie net ook over. Dit mag hier dan dus niet gebeuren, want in plaats van dat je zelf 2-2 speelt of misschien nog 3-2 maakt, kun je nu zomaar nog de 2-3 omhoog krijgen. Dat gebeurt ook niet, omdat Tim niet Tim baalt, speelt. Tim baalt heel erg. Hij zegt vanaf. Hij weet toch ook, ik had hier toch Sam op een betere uitgangspositie moeten zetten. We zijn begonnen met de laatste wedstrijd van deze livestream. Weet je wie zich ook maestro noemen of hebben genoemd? Levi heette vroeger, Levi Frederik, ja? Bij de allereerste toernooi in 2010-2011, noemde Levi zichzelf Levi Maestro. Okay. En we hebben nu natuurlijk Jesper Maas, ja? Met Maestro. M-A-E-S, die heet ook Maestro volgens mij. Dat is wel leuk, want hij heet ook echt Maas met M-A-E-S. Dat zeg ik net. Ja, maar je zei gewoon Jesper Maas. Met M-A-E-S, zeg ik net. Oké. Jongens, de 3 uur zijn alweer bijna om. Brent, met de aanval. Die Brent is wel leuk om te zien. Zijn vertrouwen is inderdaad hoog, hè Bas? Ja. Brent is ongekend. Er is niet. Ik zie je, daar is hij al. Oh, easy. Hij kreeg een klopje op zijn schouder en zegt easy. Ja, Jelte Gulbach kijkt het allemaal goedkeurend toe. Met de handjes op de dijbenen, op de bovenbenen. Ja, mooi. Rustend. Zo kennen we hem. Zo ken je hem? Ja. Oké, absoluut. Top. En dus kijkt Willem II toch alweer direct tegen een achterstand aan in dit 6-punten-duel. Tim zei het, hè. Toch die comeback dan, want ze stonden 2-0 achter als team zijn. Ja, heel knap van Twente. Heeft Sam die aanvoerdersband nog op? Ik weet het niet. Je gaat erbij staan? Ja. Kom maar. Je ziet het niet meer zitten. Precies. Kijk, is wel iedereen nu op de helft van Twente bijna. Dat is toch indrukwekkend. God man. Dat zie je letterlijk altijd, dat het zich op één helft afspeelt. Is dat zo? Ja. Letterlijk altijd? Ja. Dus gewoon, het is nooit een moment dat zeg maar... Oké. Okay. Dames en heren, ik snap het als jullie al naar de voorbeschouwing van de Champions League zijn. Wow. Nee, dat is niet waar. We krijgen straks nog... Ik wil net zeggen, we krijgen nog hele leuke samenvattingen. Ja. We krijgen namelijk... En we krijgen nog de content van de week. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Wil je niet missen. Play of the day. We krijgen zeg maar nog een soort mini tutorial. Van? En, iemand achter de knoppen die heel fenomenaal is. Maar we krijgen ook nog 3 e-sporters die daar wat over gaan vertellen. Ook dus dat? Mocht je nou echt wel gewoon echt geïnteresseerd zijn, los van het feit wie nou die opname heeft gedaan. Nee, maar dat is serieus wel een tip voor sommige mensen die weten dat misschien niet. Dan wordt er wel wat meer uitleg gegeven over ja, toch de handige dingen om misschien net die extra win te pakken in de Weekend League. Dus stel je bent een goud 2 en je hebt misschien net die extra win nodig voor die 20 wins. Nou, zou dat misschien kunnen helpen? Dat weet je maar nooit. Nee, serieus, mee eens. Dit is echt een geweldig iets om te beheersen in deze game. En jij beheerst het. Kijk wat het jou heeft gebracht. Precies, joh. Jij beheerst hem toch ook? Absoluut. Kijk wat jou heeft gebracht. Nou. Gewoon die bondscoach. Allemaal door die beweging. Daarom. Dan breng je toch op plekken. Hier dan, Tim. Zijn teamgenoot, Sam. Kijk. Oei. Sam is het er niet mee eens. Oei. Wat een gozer is dit naast me, joh. Prachtig. Maldini. Ik ging niet zo van jou, man. De rust bij Brent. Hij is echt vol vertrouwen. Hij is echt zo ongekend brand. Ongebrand. Vol van vertrouwen. Ik moet wel zeggen dat mijn game sound wel weg is gevallen. Ja, die van mij ook. Nu is het rust. Het houdt één ding in. Alles komt goed, maar of dat ook voor Willem II het geval is, dat weten we niet. Beginnen we steeds meer te betwijfelen. Ja. Sam moet nu in elk geval weer verdedigen. Oh, wat een paas! Pelé Gullit! Toe! Raar dat die aanname dan zo slecht is. Ja. Wat een paas, zeg. Fenomenaal. Echt fenomenaal.
half uurtje gespeeld. Dit is dus de tweede leg, maar dat zien jullie linksboven ook al wel. Willem 2 stond dus 2-0 voor. Ja, team zal ook balen dat hij het zelf heeft weggegeven tegen Ennis. We zien het toch best vaak, hè, dat 2-0 nog uit handen wordt gegeven. Het balbezit is hier in deze tweede leg wel voor Willem 2. Maar de voorsprong voor het fans. Speel je tegen Ennis, dan weet je niet wat er gaat gebeuren op voorhand en tennis. Absoluut waar. Precies. Heel mooi. Oh, hier is hij weer, Brent. Fake shot is goed. Arnijn, nog een fake shot. Toch door naar de achterlijn. Terugleggen. Mbappé. Arnijn pikt hem weer op. Sam zat er half tussen met Vieira. Arnijn. Gullit. Arnijn. Daar komt de skill run. Schaar. Dragback. Toch door naar links. Bal rond. Goed verdedigd door Sam. Oh, Sam is hem zelf weer snel kwijt. In wordt wel voor Willem 2. Het is de laatste live wedstrijd die we doen vanavond, Bas. Ja, klopt. Eens even te kijken, iemand in de chat zei dat er een Gomez SBC was, maar die kan ik zelf nog niet vinden. Welke? Papu? Ja, dat weet ik dus niet. Oh. Of Joe Gomez, maar dat is nu dus ik nog helemaal geen SBC, dus. Er zijn nog wel Gomez. Ja, misschien Aurelio. Aurelio Gomez, maar dat is met een S. Oké, okay. Dat klopt. Niet met een Z. Is dat wel zo? Ja. Dat is zo. Maar, waar speelt hij nu? Ja, bij Watford volgens mij. Of hij is er nu net weg. Had het wel mooi geweest als hij terug was gekomen met de spelen steeds. Maar ja, dat kon toen niet. Dat zou toch geweldig zijn. Dat zou toch fantastisch zijn. Dat hebben wij er van mee. Wow! Lekker binnengeschoten door de capitano van de Tricolores. 3-3. El capitan. Yo no soy tricoloro, soy capitan. Precies. De captain van de drie kleuren. Precies. Precies. Doet hij toch wel vrij aardig. Heerlijk binnengeschoten, zeg. Dat is top. Wow. Wat hebben we hier dan weer een interessante wedstrijd voor jullie. Correct. Ik zat dit dus even te kijken. We zaten dus de gemiddeldes te berekenen qua goals. Tenminste, ik was... Oh, sorry. Ik doe niet alsof het nou iets heel achterlijk is. Omdat het... Probeer ik je inhoudelijk wat bij te brengen. Nee, maar... Weet je, als er iemand is die echt... Met allerlei randzaken aan het bezig is, ben jij het dit zijn geen randzaken, toch? Dit is gewoon mooi. Ik word gewoon uitgelachen. Nee, helemaal niet. Ik lach je toe. Ik vind het gewoon geweldig om hier met jou te zitten, Bas. Je bent zo'n ongelooflijk goede co-commentator. Dat is gewoon echt genieten. 23 doelpunten. Ja, 4. Deze door 6 is bijna gemiddelde van 4. Ja, dat klopt. Dus. Kom op, joh. Kijk, het is een mooie goal. Hè? Echt een goede goal. Kom maar een beetje in de maling genomen. Genoeg. Serieus nee, bezig. Nou. Bas, ik vind het gewoon prachtig. Kijk, deze statistieken. Altijd. Deze aantekeningen. Ik vind het zo mooi. Altijd met je telefoontje in de weer. Of het nou is om op Wikipedia op te zoeken wat salonremise is. Of het nou is om de chat in de gaten te houden. Ja. Om iets uit te rekenen met je blaadje en je pen. Ja, maar ik ben van mening. Bas, ik geniet juist van jou. Ja. Je legt het negatief uit. Maar ik wil het ook niet te veel over ons hebben. Maar ik ben wel van mening dat je niet alleen maar over die game praat. Ik ben het juist met jou eens. Maar ook niet te veel. Nee, maar ik vind het ook juist geweldig dat je dat doet. Alleen, je bent wel de enige die dat op die manier doet. En daarom is het ook zo goed dat je hier zit. Je wordt gewaardeerd, jongen. Dankjewel. Je bent uniek. Je begint echt een beetje op Make-A-Wish te lijken, wat je nu aan het doen bent. Je wordt gewaardeerd, jongen. Ik ben zo blij dat je er bent. Oh, Twente! Ik probeer een beetje een balans te vinden, maar af en toe dan wil ik nog te veel betrokken zijn bij de mensen in de chat of bij extra informatie. Al niet. Nee. Nu voel je je aangevallen, dat is jammer. Ja. Kijk eens. Ja, we zo allemaal even een hartje voor Bas. Bas heeft het gevoel dat het nu op hem gericht is. Bas, serieus, ik ben echt blij dat je hier bent. Nogmaals, ik kan nog wel, ik weet niet wat ik moet zeggen om jou nu nog het goed gevoel te geven. Van Jesper van Weijden moet ik wel de groeten doen. Oké. Okay. Goed er terug. Dat pik je dan ook even op. Chat erbij. Hey, daarom. Ik vind het juist echt een meerwaarde. Ik doe het gewoon op mijn eigen manier. Ik ben gewoon lekker mezelf. Precies. Mensen vinden het leuk of niet. Nou ja, dat is gewoon zo. Nee, ik vind het leuk. Daarom. Oké. Okay. Op die goal van Twente. Nee. Schmeichel. Schmeichel. De vader van Kasper. Nee, de vader van zijn zoon. Ook dat. Ja. En de zoon van zijn vader. En dan zit hij in de bloed en dat keeper. Ja. Die is... Wel Schmeichel die niet te veel betrokken is bij de carrière van zijn zoon. Ze praten wel eens af en toe over hoe hij het heeft gedaan, net zoals elke vader doet. Ja. Maar hij bemoeit zich verder niet met
inhoudelijk veel met training of wat dan ook. Nice. Dus dat laat ik gewoon lekker aan de coach over. Dus dan daar zijn de keeperskwaliteit van Kasper wel echt volledig ook door talent, door genen. En niet per se door instructies en lessen van zijn vader. Ja, misschien toen hij klein was, dat hij dat er daarmee op is gegooid natuurlijk. Maar met hem laatst gevraagd hoe het dan zit. Ja. En voor alle zorg even. Wow! Hier moet Schmeichel toch even gaan vissen. Reversed Elastico. Oi, oi, oi. Van Ronaldo. Luis Nazario de Lima. Ik zie wel heel veel hartjes in de chat. Nee, ja, terecht. Vind ik wel lief van de mensen in de chat. Ja. En ook nog de groet van de andere Jesper Maas. Moet ik doen. Ook aan mij. Ja. Nou, bedankt jongens. Groetjes terug ook aan Jesper Maas, de maestro. Koen, even toch even weer een klein beetje terug naar de wedstrijd. Ja. We hebben nog een half uur te gaan. Iets minder zelfs, ja. Ja, extra tijd, een half uurtje. Met de minuut af. Wat verwacht jij nog in deze wedstrijd? Want het is toch een kermis gebleken. We zitten bijna op het gemiddelde van 4 weer. Dus ik ben toch een man van de statistieken dan. Wat dat ja. Nou ja, de kermis is weer open. Ja. Moeten we wel zeggen dat die Tilburgse kermis nu toch zijn meerdere moet erkennen in de Twentse kermis. Over het algemeen scoort Brent wel meer dan die tegenkrijgt. Wacht, die flipperkast is nu wel actief op de kermis. Kijk eens, daar komt Willem II toch weer in de Tilburgse kermis. Zo, Edwin van der Sar. Edwin van der Spoor. Geweldig. Wat een redding. Had hij hem daar misschien niet gewoon nog iets overtuigender in de korte hoek moeten schieten? Ja, het werkt best wel goed nu. Even die fake shot stilstaan en dan afleggen. Had ook nog gekund. Je kan alle kanten op. Maar dit was eigenlijk net niet. Ja. Nu dan misschien. En wat ben je? Wel. Had hij niet weer. Arnijn. En weer Edwin. Persoonlijk had ik hier voor de omhaal gegaan. Zal ik nog antwoord geven op die vraag? Nou, doe het. Want inmiddels zijn er nog maar 18 minuten te spelen. Jeez. Plus een beetje. Maar ik verwacht dat Twente deze wedstrijd toch gewoon gaat winnen. Oké. En jij? Ik verwacht minimaal nog een doelpunt, maar aan welke kant durf ik niet te zeggen. Dus ik zet nog in voor een plus 1. Maar dat ik toch een man van de statistieken ben, gemiddelde van 4. Oei, maar Brent lijkt het er eens kwijt te zijn. Ja, dat is dan toch de druk. Dat hij voelt van we zijn er bijna in deze belangrijke wedstrijd. Is het dan toch niet zo easy als hij zei? Ik wou net zeggen, zo easy is het niet gebleken. Nee. En zo easy ineens best wel gespannen. Oh, Pelé. Wat is hij snel, wat is hij vervelend. Oh, die Pelé heeft hem gewoon weer. Ongekend Manneke hoor. Manneke. Dat zijn toch geweldig zeg. Weet je wat dat kijk is? Kijk daar is hij! En weer moet Schmeichel vissen. Er wordt wat afgevist daar in Denemarken. En mijn toto is binnen. Die van mij ook. Ja. Nou. Dat hebben we toch goed gedaan. Absoluut. Ja. Nou ja, we hebben nog even. Hè. Oh. Maar Sam moet van hele goede huizen kopen nu. Ja, maar mijn bedje is nu secure. Die voor jou nog niet. Nee, dat klopt. De Ot was wel iets later. Maar die voor mij, ik wou zeggen. Ik neem weer meer risico. Oh, zo ben je ook wel. Ja, ik ben heel... Zijn die wel vaak een sprong in de diepe? Ja. Zeker. Hier is hij. Even dreigen naar links, toch naar rechts. Schaartje en pats, boom. Goeie bal. Ja, ik denk dat deze Schmeichel, Pieter Schmeichel, geen lesjes heeft gehad van zijn vader toen hij klein was. Dat weet ik niet. Nou. Nee, misschien ook wel. In elk geval gaat Twente dus belangrijke punten pakken in de strijd voor playoff tickets. Ze stijgen van 7 punten naar 10. En daarmee gaan ze afstand doen van toch een paar ploegen hoor. Want inmiddels weten we wat Willem II nu dus doet. We weten wat RKC heeft gedaan. Wat Utrecht heeft gedaan. Dat hebben we ook al gezien. De verloren van Emmen. Dus Twente doet echt hele goede zaken in deze spul. Klopt. Ik vind het toch wel weer grappig dat ze nou allebei precies 4 doelpunten in de wedstrijd hebben. Ja, leuk. Precies. Maar we zijn er nog niet. Hè? Het is echt leuk dat je daarover begint en dat het ook uitkomt. Ja. Weet je zelf dat je vooraf een voorspelling moet doen voor het seizoen? Dat ik zeg dat mensen op Sparta moeten gaan. Niemand had het al, dan zie je toch. Jij bent, dit is net zoals met Van de Grijp. Jullie brengen het altijd als een grap, maar uiteindelijk zijn jullie toch nog meer kenner dan je denkt. Kijk eens even, de kermis is nog niet dicht. Of toch wel? Het laatste ritje, denk ik. Nou, maar dat vind ik toch wel een mooi compliment wat je dacht. Ik koop toch even in mijn jaszak steken. Ja, ik meen het niet helemaal. Maar, daarom, maar het is gewoon voor het gevoel. Nee, maar serieus, is wel echt zo. Nee, qua inhoud ben ik niet de allerbeste. Ik doe mijn best. Kijk maar eens aan, hè. Gun het. Binnen. Ronaldo. Oh, had hij hem nou nog één keer meegenomen? Toch een onmogelijke hoek. Ja, zo gaat Willem II hier dus ten onder.
ondanks die 2-0 voorsprong in de eerste leg. Dit wordt een goal. Wordt dit nog een goal? Zo, kijk, dat bedoel ik. Gewoon korte hoek, joh. En kijk eens, zo, wat een vreugde daar bij Twente. Ja, want hij pakt nu de winter ook individueel. Pardon? Hij pakt individueel nu erop de win. Het stond toch echt wel 3-1? Oh. Precies. Dat is ik was heel even in de war. Maar kijk, Bas, dacht, nee, maakt niet uit. Het maakt niet uit. Het is jouw kracht en soms ook je valko dat je met je schermpje bezig bent. Maar het maakt niet uit. Nee, daarom. Hij is echt jij bent ook lekker met je schermpje bezig. Precies. Plastic schermpje. Dus hoe goed dat hij er staat. Ja. Dit is ook zo. Nee, ik had de onderstelling dat Sam zeg maar voorstelt, maar dat was dat Twent als team ja, voorstelt. Ja, stop. Nee, ik stop niet. Ga gewoon lekker door. Het is wel grappig trouwens, die uitspraak van Jack Zwart, dat we daar dus iets anders op gemaakt. Jongens, het is klaar hier tussen Willem II en Twente.